Hallo en welkom bij een nieuwe Road to Graduate. Het is vandaag zaterdag 2 juni en vandaag is het vandaag is het een studeerdag. Ik wou zeggen vandaag is het 2 juni, maar dat had ik al gezegd. Het is nu 10:50 'smiddags en ja, logisch is 'smiddags. En ik zit achter mijn bureau. Ik heb net al 2 uur samengevat en ik weet echt niet wat ik ga zeggen. Ik heb al heel de tijd samengevat, al 2 uur. En ik heb ook net gegeten, ik ben om 10 uur begonnen. Maar ik heb nog niet gevlogd. Gewoon eigenlijk omdat ik nogal druk bezig was. En ik ga nu voort samenvatten. Binnen een uurtje, om 2:40 moet ik vertrekken naar het schoolfeest van mijn kleine broer. Ik ga even kijken naar zijn dansje, maar dan kom ik gewoon terug. En dan ga ik gewoon nog heel de avond en heel de middag voort verder samenvatten. Want dit staat er namelijk op mijn planning vandaag. Het is vandaag het laatste weekend voor de examens. Dus mijn samenvatting van NW moet af. Ik moet aardrijkskunde kunnen samenvatten en ik moet alles van geschiedenis samenzetten. En misschien moet ik ook nog mijn Franse PowerPoint afwerken. Ik ga dus voor de rest nog vloggen vandaag voor jullie. En morgen. We shall see hoe het verder gaat. Het is van 10:50 en mijn haar is echt fantastisch. En ik ga voor het samenvatten voor NW. Dat moet dus vandaag af. En ik weet niet echt dat ik het ga afkrijgen. Ik hoop het natuurlijk van wel. Maar dat ga ik dus nu doen. En ik ga dan nog ook wat vloggen voor jullie. Zie ik het aan mijn hoofd dat het nog vroeg is. Het is 9:55 ochtends en ik zit achter mijn bureau, ben al gedoucht, maar ik heb wel nog niet ontbeten, want papa is nog naar de bakker, want het is zondag, dus eten we altijd morgens best wel eens. Ik ga vandaag weer van alles voor school doen. Ik heb gisteren nimmer geschiedenis kunnen samenzetten, dus dat moet ik vandaag doen. Oh, stom is, maar ja, dan is het maar zo. En dan moet ik ook aardrijkskunde helemaal afmaken met de samenvatting. En moet ik aan Frans werken, zo aan mijn PowerPoint afmaken. En dat wil ik toch allemaal pak voor 4 uur of zo afkrijgen. Dus ik moet nu echt beginnen met aardrijkskunde samen te vatten. En dan zien we verder wel.
Ik kreeg gisteren trouwens, ik kreeg over laatste vragen een comment om meer te vloggen als ik zo echt aan het studeren ben. Dus dat heb ik nu een beetje geprobeerd en ik weet eigenlijk niet, gisteren vooral, dat zo te goed... Die daarin doen. Dat goed gelukt is. Dus ik ga dat vandaag nog eens proberen verder te doen. Dus laat zeker even weten als je dat top vond of niet. Dus ik ga het vandaag zeker nog doen. En ja. Aardrijkskunde is klaar, dus dat wil zeggen dat ik officieel klaar ben met echte samenvatten voor dit weekend en eigenlijk ook voor de examens, want nu is er niet veel dat ik nog moet samenvatten buiten leerstof dat volgende week nog gezien wordt. Dus ja, dat is echt super goed. Ik ga nu even een pauze nemen en dan ga ik zelfs voortdoen met de rest. Ik heb ondertussen ook nog een paar dingen toegevoegd. Ik moet mijn logboek nog even aanvullen van iets dat ik in de week vergeten ben. Ik moet al mijn GP's meenemen en ik moet de bundel checken, want ik moet morgen dus allemaal alle dingen van GP mee naar school nemen. Dus ik moet even checken wat. En ik heb trouwens hier over laatst een quote ingeschreven, namelijk nog even. En dat is gewoon zo'n beetje aanmoediging voor mezelf. En ja, dat vond ik wel leuk. Ik ga nu een vlog editen. Zodat hij deze namiddag online kan. En dan ga ik daarna voortwerken voor school. Hallo daar, het is vandaag maandag en het is nu iets na 6:30. En ik ga voor school beginnen werken vandaag. Ik ga vanaf vandaag elke dag een ander vak doen voor mijn examens. Want ik begin volgende week dinsdag. En vandaag ga ik... geschiedenis doen, morgen aardrijkskunde, woensdag SW, donderdag NW en vrijdag, dat weet ik nog niet zo goed. En dan in het weekend begin ik voor SW, want daar heb ik als eerste examen. Dus ik ga er nu gewoon aan beginnen en ik ga dus geschiedenis doen. Ik ga alles al eens proberen te leren of toch zeker de eerste les of zo. Dus dat ga ik nu doen. Ik ben net gaan joggen en altijd als ik gejogd heb, dan... zie ik gewoon paars of zo. Kijk nu weer. Ik zie echt vuurrood tegen over de rest van mijn lichaam. Mijn hoofd ziet vuurrood. Maar ik ben dus nu terug. Ik ben al in de douche geweest. Ik ga nu de badkamer nog even opruimen. De douche opkluisen en zo. En dan ga ik denk ik nog 10 minuten of kwartier voor geschiedenis leren. En dan ga ik al slapen. Ik ga ondertussen ook nog een thee maken beneden. Want daar heb ik echt heel veel zin in. En ja, ik heb vandaag niet zoveel gevlogd omdat ik gewoon elke tijd voor school bezig ben geweest. En heb gegeten en gaan joggen. Dus waarschijnlijk spreek ik jullie niet meer vandaag. Misschien nog wel, waarschijnlijk niet. Dus tot morgen. Hallo, het is vandaag dinsdag en het is nu bijna 4:15. Of toch 4:10 al. En ik ben thuis van school. Ik had vandaag geen achtste lesuur. Normaal had ik dat wel. Maar ik had het dus niet vandaag. En ik ga jullie hier even neerzetten. Zo is dat. Voilà. Dus ik had vandaag geen achtste lesuur. En daarmee ben ik dus al thuis.
En ik ga al bijna beginnen met aan school te werken. Ik heb vandaag dit zwart rokje aan, dat ben ik nu even aan het ophangen. En ik heb ook al een thee gezet, een gemberthee. Die addiction is real, mannetjes. Ja, ik drink nu echt elke avond thee en nu begin ik ook al nu thee te drinken. Ik ga even een ander t-shirt aan doen, dus tot zelfs. Ik doe dat altijd tegenwoordig na school, een ander t-shirt aan of een ander blouse aan, want ja, ik weet niet. Dan blijft dat nog proper voor de volgende dag. Ik kreeg er ook trouwens heel veel opmerkingen over dit blouse, positieve opmerkingen. Dit komt van de Only. Misschien hebben ze het er nog en er staat het merk Pigalle op. Misschien hebben ze het nog. Wie weet. Ik kom zo dadelijk bij jullie terug. Het is tijd voor een verhaaltje. Ik heb mijn thee bij. En ja, ik kan een verhaaltje vertellen. Dus ik fietste deze ochtend naar de bushalte. En ik had mijn zak, deze zak, in mijn tas gelegd. Allee, mijn mandje. Amai, deze tas in mijn mandje gelegd. Ik heb zo'n mandje van voor. En hey, ik fietste naar de bushalte. En daar staat Marie dan te wachten. En dan als de bus er aankomt, dan pak ik altijd mijn gsm. Want daarachter, hier dat geel met zwart en wit, dat is mijn buskaart. Dat is mijn busiepas. En die moet je altijd scannen in de bus. En ik zoek mijn gsm. En ik vind die niet. Ja. Waar is mijn gsm? Dus ik moest in die bus stappen. Zonder gsm. Dus eigenlijk ook zonder vervoersbewijs. En ja, ik ging helemaal een zak te doorzoeken, want ik was zeker dat ik dat daarin gestoken had. Met een boekentas ging ik ook helemaal te doorzoeken. Niks. Dus ik bel in paniek met de gsm van Marie dan naar ons papa. Mijn gsm is weg. Papa, ik moet nu die weg gaan fietsen. Dat is totaal niet ver. En ja, om een lang verhaal kort te maken. Ik heb hem dus terug. Papa heeft hem gevonden. Hij lag midden op de baan. Er is een auto overgereden. Gelukkig niet met zijn banden erop. Want papa was live getuige van de overrijding. Maar er hebben geen banden opgereden. En ja, toen had ik heel erg geen gsm. Maar dat is nu niet zo erg. Ik heb hem gewoon terug, dat is het belangrijkste. Ik ga vandaag aardrijkskunde leren. We gaan ook pannenkoeken eten zelfs. En het is nu 4:20, dus ik ga maar eens beginnen. Lekker mijn thee opdrinken. En dan spreek ik jullie straks. Ik heb nog een verhaaltje voor jullie. Dus ik ging normaal aardrijkskunde studeren, maar toen zag ik ineens dat mijn aardrijkskunde nog op school lag. Dus ja, normaal ging ik donderdag NW doen, dus die vak heb ik nu even omgewisseld. Ik heb vandaag NW gedaan en dan doe ik donderdag aardrijkskunde. Maar zie hier mijn hele samenvatting van NW juni 2018. En het is kei veel. Zoveel heb ik volgens mij nog nooit gehad. Maar echt, het is echt veel. En het was eigenlijk echt een super korte periode. Van Pasen tot nu. En toch is het echt heel veel. Maar ja, dat zal wel lukken zeker. Ik ga nu ook al het laatste stuk dat ik nog niet heb moeten studeren. Dus daar ga ik maar eens aan beginnen.